als je de puzzel oplost, win je de prijs. Dit is echt heel lastig. Rol. Nee, een rol. Dit lijkt op een BMW logo. Dit is niet te doen, dit is niet te doen. Dit is het cadeau voor ons. Oh, ik zie nog niks, allemaal poppetjes. Een camera! Ja! Hallo familie, mijn naam is Rutger en wat super tof dat je weer kijkt naar deze hele nieuwe video met vandaag een hele speciale gast, namelijk... De geweldige Thomas! Geweldig? Ja, ik dacht als jij niet zegt, zeg ik het zelf wel. Wat in ieder geval geweldig wordt, dat is deze video, want we spelen een super spannende challenge. Dat is echt heel beledigend dit. Nou, en als je pech hebt, wordt het ook nog eens een keertje heel erg. We spelen namelijk wie de puzzel oplost, wint de prijs! Voordat we beginnen, geef de video eventjes een duimpje omhoog en laten we met z'n allen proberen om de 25.000 duimpjes te verzamelen. Jouw leeftijd dus. Nou, het komt in de buurt. En vergeet natuurlijk niet om je helemaal gratis te abonneren op mijn kanaal. Druk op de rode knop onder de video en op het ding. Hij ligt, het kost geld. Helemaal niet. Dat is echt helemaal gratis. En druk even op het belletje. Laten we anders eventjes beginnen met een opwarmronde, zodat jullie het ook helemaal begrijpen. Je ziet hier nu in beeld een geweldige woordzoeker. Maar als je goed kijkt, zit er een cadeau verstopt in de woordzoeker. Als jij hem vindt en achterlaat in de reacties, dan is de kans groot dat ik jou zometeen een hartje geef in de reacties. Dus zie jij hem al? Nee. Nou. Want er is voor mij geen woordzoeker hier. Dan is er ook geen hartje voor jou. Oh. We spelen 3 rondes, de puzzels worden steeds moeilijker, de prijzen worden steeds duurder. Laten we gewoon heel snel beginnen met ronde nummer 1. Oké, Thomas, sluit je ogen, dan haal ik het cadeau erbij. Dit is de moeilijkste taak die ik ooit heb gehad. Hou je ogen dicht. Echt niet kijken, draai anders maar even om. Want ik vertel... Nee! Dit is het allereerste cadeau. Oh! Niet kijken. En doe je ogen maar open. Je ziet zo meteen een woordzoeker in beeld. Ja. Daar staat jouw cadeau ergens in verstopt. Je krijgt 1 hint om het zoeken iets makkelijker te maken. En dat is... Jij staat hier graag voor. Oké. Ja? Oké. Je krijgt 1 minuut de tijd. 3, 2, 1, start! Oké. Waar ben je naar op zoek? Ja, dat weet ik niet. Iets waar ik voor kan staan. Ik denk zelf aan een spiegel. Dus ik, is een spiegel? Wat? Is een spiegel? Nee. Ik word heel zenuwachtig. Hoe lang heb ik dat? Oh, ik ben niet zo slecht in. Oh, hok, een hok. Nee. Ik voel een konijnenhok. 30 seconden. C. Sub. Wacht, ik zie hier wat. Een camera. Ja. Een cam. De camera. De cam. Oh, je staat vaak graag voor de cam. Dat is heel fout, dat is niet waar. Hebben we echt een camera? Je hebt een camera! Oh. Oké, daar gaat ie. Er zit geen rommetje in. Welkom terug in de tijd, die is echt heel cool. Je hebt hem opgelost in 36 seconden, dat vind ik heel knap. Even een applaus nogmaals. Hey, voor het dyslect, hè? Ja. Dan is het nu tijd voor de volgende ronde. En nu mag jij laten zien hoe goed jij bent in een woord zoeken. Want jij mag je ogen even dicht doen. Oké. Oh, dit is heel zwaar. Zwaar? Ja. Oh. Dit is het cadeau voor Rutger. De hint is als volgt. Dit cadeau is 499 delig. Oh, ik dacht 499 euro. Nou ja, hij is wel duur, ja. Oké, we gaan het niet reisset. Nee, we gaan het er niet verder over hebben. We gaan gelijk zoeken. Ben je er klaar voor? Nee! Daar gaan we in 3, 2, 1. Zoeken maar! Oh! Oké, een bio, een volle, een rol. Rol! Nee! Een rol! Oh. Dat is niet zo goed. Kom op! Een jof. Wat moeilijk is dit? Dit is echt heel moeilijk. Een kam! Een kam! Nee! Dit is toch niet te doen? Schiet op! Je hebt nog 30 seconden. Dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Oh, waarschijnlijk zien jullie hem al lang, maar ik zie hem echt niet. Hè? Ik zie hem eigenlijk ook niet. Staat hij er wel in? Oh, wacht! Ik zie hem! Een koffer!
46 seconden! Ineens zag ik hem! Wauw! Maar wat is nou weer een 500-delige koffer? Nou, laat ik even eerlijk zijn dat het woord wat het eigenlijk was niet helemaal hier in deze puzzel paste. Jouw cadeau is een 499-delig gereedschapskoffer! Oh, wauw! Wat denk je dat ik hiermee kan? Klussen! Maar, ja, ik kan dingen aangeven, maar ik kan hier niet. Nee, we komen altijd dingen tekort in het huis. Oh. Dan is die schroevendraaier er niet en dan is die knijptang er niet. Leuk. Dit is toch een heel leuk cadeau? Ja. Als jij het gebruikt, vind ik het hartstikke leuk. Voordat we naar de volgende ronde gaan, hebben we even iets heel leuks en iets heel handigs voor je. Ja, want waarschijnlijk kijken jullie net als wij heel erg uit naar de feestdagen en gelukkig komt Sint er alweer aan. Maar wat moet je nou precies vragen? Nou, daar hebben wij de perfecte oplossing voor. Ja, want deze video wordt mede mogelijk gemaakt door bol.com en zij hebben het grote speelgoedboek. Zo ziet het boek eruit en het staat vol met cadeau-ideeën. Zo heb je hier games, speelgoed, spelletjes en echt nog veel meer. Maar er hoort ook een app bij, namelijk de grote speelgoedboek app. En met deze app kun je het boek tot leven laten komen. Het werkt als volgt. Eerst ga je door het boek speuren op zoek naar iets dat je leuk vindt. Even kijken. Ik zit al klaar. Ja, ik ben nog even op zoek. Bijvoorbeeld hier de camera die ik in het boek had gevonden en nu aan Thomas heb gegeven. Met de app kun je alle cadeaus in het boek scannen. Vervolgens krijg je hem hier op je telefoon te zien en kun je allerlei informatie opzoeken, filmpjes bekijken. Daarnaast vind je in de app 8D luisterverhalen en hele toffe spelletjes. Yes, eigenlijk alles wat je nodig hebt om goed voorbereid te zijn op het Sinterklaasfeest. Het grote speelgoedboek kun je gratis ophalen bij Albert Heijn en het linkje naar de app staat in de beschrijving onder deze video. Super bedankt bol.com voor deze leuke samenwerking en laten wij dan heel snel doorgaan naar de volgende ronde. En in deze ronde zijn de cadeaus duurder, maar de puzzel is ook moeilijker. Oh. Dit is het cadeau. Als Thomas de puzzel oplost, wint hij deze prijs. Ik hoop maar dat je je best doet, Thomas, want dit is echt heel leuk. De hint is als volgt. Deze ring maakt je fit. Je tijd gaat in 3, 2, 1... Go! Oké. Wow, dit is heel groot ineens. Oh, heel groot. Ik denk dat ik iets met een ring moet zoeken. Ik zie hier nee. Kan het ook gespiegeld staan? Nee, toch? Oh, hoe lang heb ik nog? 45 seconden. Kom op. Het lukt niet. Dit is zo lastig. Ik weet het echt niet. Kom op. Oh, dit is echt heel lastig. Ik zie hem gewoon niet. Ik weet het gewoon echt niet. Ik zie het je niet. Je tijd is al voorbij. Echt? Oh nee. Kijk, hier was die. Ring fit. Oh. Sila. Wat is dat? Het is ook moeilijk. Ring fit adventure. Maar dat is wel heel leuk nu we veel thuis moeten blijven. Ja, maar hij gaat terug. Krijg ik hem echt niet? Nee. Maar je kan hem zelf houden. Ja, nee. Koop jij hem maar dan. Dit was echt heel moeilijk. Dit ding is zo groot nu. Doe je ogen maar dicht, want het is tijd voor jouw volgende ronde. En dit cadeau is echt geweldig. Let maar even op. Dit is het volgende cadeau voor Rutger. De hint voor dit cadeau is, hier heb je er al meerdere van. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1... Let's go! Oh, oké, ik heb er al meerdere van. Een Pia. Oké, kom op. Pia, een Vetif. Is het een lang woord? Nee, het is niet een heel lang woord. Oh, dit is echt moeilijk. Pop. Ik zie hem al. Echt? Ja, ik zie hem al. Ik ga gewoon random misschien ook. Nee, dat is niet. Goed kijken. Oh. Kom op, goed kijken. Wie kan het? Bill, Titty, Tiff. Oh, 3, 2, 1. Ik zie het niet. Hier staat hij. Parfum. Oh. Echt heel jammer. Dit was jouw cadeau geweest. Natuurlijk weer goud. Ja. Oh. Ik had er nog niet eens over nagedacht. Van Paco, ja. Wat dan? Ik hoop dat je klaar bent voor de laatste ronde, want dit wordt niet normaal. Doe je ogen maar dicht. Deze prijs is niet normaal. Wow, is het groot? Ja, het is heel groot.
Ik zet hem weer even terug. Thomas, je hebt natuurlijk nog niks gezien, maar ik denk dat jullie wel begrijpen dat ik hoop dat Thomas dit echt goed gaat doen. Nou ja, ik ben hier niet goed in. De hint die je erbij krijgt is 5 keer meer speelplezier. En omdat het de laatste ronde is, hebben we een andere puzzel voor elkaar gemaakt. Namelijk een Waar is Wally zoekplaat. Jouw prijs zit ergens in deze afbeelding verstopt. Mag ik kijken? In 3, 2, 1, go! Oké. Oeh, dit is zo groot. Oké. Misschien moet je inzoomen, ja. Het lijkt op een BMW-logo. Is dit BMW? Oh, nee. Ik zie het echt niet. Het is ook zo druk op deze foto. Wacht, nee. Je bent op de helft van de tijd. Nee, nu al? Ja. Oh, ik zie het echt niet. Hè? Waar? Nee, ik zag niks. Zit hier iets? Kom op, vind hem. Ja, ik doe nog mijn best. Oh. Hou nou stil. Kom op. Waarom zie ik niks? Ik zie het echt niet. Wat moet ik zoeken ook? Waarom is het zo druk op deze foto? Haha. Nee, ik zie het niet. Kom op. Oh, hier! Ik zie het! Een PlayStation! Ja! Oh, yeah. Een seconde! Dit is een PlayStation! Of hoort dit op deze afbeelding? Nee, dat is de PlayStation! Oh mijn! 59 seconden! Nee, je hebt het voor de laatste seconde geraden. Oh. Oh. Nou, ik ben heel blij. Want hij is ook voor jezelf, dus. Ja! Heel vet! Applaus voor mezelf. Yay! Nou, doe je ogen maar eventjes dicht, want ik ga het cadeau voor jou erbij pakken. Oké. De doos zegt jullie misschien niet heel erg veel, maar dit is wat erin zit. Doe je ogen maar open. Spannend. Een mysterieus cadeau. Ja, een mysterieus cadeau. Deze wilde jij altijd al voor het einde van het jaar hebben. Nog een puppy! Misschien. Oké. Daar gaan we in 3, 2, 1, zoek hem maar! Oké. Kom op, schiet op! 2 seconden al, 3 seconden, 4 seconden. Ik zie nog niks. Zoeken, alsjeblieft, zoek goed. Ik wil deze ook namelijk. Zoek goed. Ik zie nog niks, allemaal poppetjes. Misschien moet je iets uitgebreider kijken. Oké. Eerst globaal, snel eventjes zo. Ik zie nog helemaal niks op het zie eerste oog. Zie je echt nu niks? Nee! Het is heel groot! Huh? Ik zie echt niks. Hier staat help. Nee. Een vulkaan, een boot. Oh, ben ik er bijna? Huh? Is dit het? Een rendier. Ja! Oh! Je hebt het! Oh, stop! 46 seconden! Een rendier? Wil je je cadeau zien? Ja! Dit is jouw cadeau! Een rendier, een lichtgevende rendier voor in de tuin! Wat erg! Maak hem open! Kijk, een rendier met slee. Alleen raar dat het hoofd eraf is. Ik hoop dat hij het doet! Wauw! Dit is wel heel erg leuk! Hoe blij ben je? Ik ben wel heel blij hiermee. Leuk hebben in de tuin! Leuk! Een heel leuk cadeau! Even een applaus voor hoe goed wij het hebben gedaan. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Als het zo is, laat het ons nu weten. Laten we voor die 25.000 duimpjes gaan. Dus geef even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor nog veel meer video's. En doe dat gelijk ook even bij Thomas. Want op zijn kanaal hebben we ook nog een video opgenomen. Ja, die is afgelopen dinsdag al online. Ja, dus die kun je meteen kijken. Ik ben er natuurlijk volgende week donderdag weer met een hele nieuwe video om 4 uur 's middags. Maar tot die tijd... Stay fabulous! Yes! Doei doei! Houdoe! Maak je me nou weer belachelijk? Ik krijg dat nooit. Jammer. Maar ik heb wel een lichtgevend rendier in de tuin.